Bedankt dat jullie de tijd hebben genomen om hier te komen en deel te nemen aan het debat. Mijn naam is Julia. Ik ben tweedejaars taal- en cultuurstudies met een major in conflict studies. En ik sta hier eigenlijk namens de Nieuwe Universiteit Utrecht. En eigenlijk geïnspireerd door de bezetting van het Maagdenhuis de afgelopen maanden proberen wij de Nieuwe Universiteit Utrecht een dialoog op gang te brengen en deze ook op gang te houden in het hoger onderwijs van Utrecht, maar met name de universiteit. De discussies die op dit moment plaatsvinden op het DUB, het onafhankelijke medium van de universiteit, zijn eigenlijk in tijden niet zo relevant geweest zoals nu. En aan dat publieke debat willen we vandaag graag bijdragen. De vraag die we met de Nieuwe Universiteit Utrecht proberen te beantwoorden is, en jullie kunnen dat allemaal op de schermen zien, hoe ziet een betere, andere universiteit er nou eigenlijk uit? En ik hoop dat jullie het allemaal met mij eens zijn dat er genoeg verbeterpunten zijn. En we zijn, iedereen is overigens welkom daaraan bij te dragen, nog erg op zoek deze visie gestalte te geven. Maar er zijn wel een paar duidelijke punten naar voren gekomen. Het vergroten van het democratische zeggenschap van docent en student is daar één van. Ondanks de inzet van medezeggenschappers die hier ook aanwezig zijn, zoals ik heb gezien, voelen velen dat de inspraak en daarmee verantwoordelijkheid van docent en student binnen de universiteit nog niet groot is. Daarnaast is er een groeiende kloof te zien tussen onderwijs en onderzoek. De docent moet een balans vinden tussen doseren en onderzoek doen, terwijl de student wordt opgezadeld met een docent aan wie vrije tijd of tijd en aandacht ontbreekt om de student te laten floreren. En het tegengaan van het rendementsdenken en het runnen van de universiteit als een winstgevend bedrijf met een focus op kwantiteit in plaats van kwaliteit, waar creativiteit en het vergaren van kennis eigenlijk in de weg wordt gestaan, is een derde punt. De eerste twee genoemde punten, dus het zeggenschap binnen de universiteit en de kloof tussen onderwijs en onderzoek, staan vandaag centraal in de debatten die zometeen zullen plaatsvinden. Rutger Klaassen, die hier beneden zit en zo op zal staan, hoofddocent ethiek en politieke filosofie aan de UU, zal deze debatten leiden. Naast zijn functie als docent en meerdere publicaties van onderzoeken organiseert Rutger ook het Filosofisch Café in Utrecht, naar welke aanleiding wij hem hebben gevraagd het debat vandaag in goede banen te leiden. En ik ben er ook zeker van dat dit hem goed toe te vertrouwen is. Voor we gaan beginnen wil ik jullie namens de Nieuwe Universiteit Utrecht van harte meegeven vooral deel te nemen aan het debat. Want iedereen in deze zaal beslist natuurlijk mee hoe een nieuwe, verbeterde universiteit eruit ziet. Dank jullie wel. Ja, dank voor deze openingswoorden. Dit is een bijzonder moment, dames en heren. Ik ben als docent trots op de studenten van de Nieuwe Universiteit Utrecht dat zij de handschoen hebben opgepakt van de Amsterdamse broeders en zusters. En ook in Utrecht een beweging zijn begonnen om na te denken over een betere universiteit. Ik zal daar nu zelf niets van mijn kant aan toevoegen. Ik ga alleen de sprekers voor u introduceren en inderdaad het debat in goede banen leggen. We gaan het eerste uur praten tot 11:55 over zeggenschap. En om 11:55 zal Rethink, dat is de beweging van docenten hier aan de Universiteit Utrecht, zal een open brief aan het college van bestuur en aan de hele academische gemeenschap, aan de rector van de Universiteit Utrecht, Bert van der Zwaan, presenteren met daarin de visie van de docenten. Ik pik daar één punt uit, en dat is het punt dat gaat over het onderwerp waar wij nu over gaan praten, en dat is het punt van de medezeggenschap. En dat luidt: de democratisering van het universitair bestuur, bijvoorbeeld door verkiezing van het college van bestuur, de raad van toezicht en de decanen te introduceren. Door de bevoegdheden van de universiteitsraad en faculteitsraden uit te breiden en door op lagere niveaus de medewerkers en studenten een duidelijke stem te geven in het beleid. Dat staat in die brief die straks zal worden gepresenteerd. En dat is ook het thema voor het eerste uur. We hebben inderdaad twee sprekers, twee rectores. Ik stel ze aan u voor. Als eerste zal zo ongeveer 10, 15 minuten praten Rick Torfs. Hij is rector van de Katholieke Universiteit Leuven, maar ook hoogleraar kanoniek recht en ex-christendemocratisch politicus. Senator geweest voor de CD&V, de zusterpartij van het CDA, van 2010 tot 2013, allerlei andere functies bekleed, ook tussen wetenschap en politiek in, allemaal vanuit wat we
hier en misschien ook in België wel noemen, de katholieke zuil. Hij is gasthoogleraar geweest aan deze universiteit, althans aan de KTU, toen die hier daar nog was. En hij is inderdaad, en dat is voor vandaag van groot belang, gekozen rector. De eerste verkiezing, zijn eerste poging om tot dit ambt toe te treden, mislukte. Hij werd verslagen in 2005. Nipt. Maar in 2013 won hij Nipt met 772 stemmen voor en 736 stemmen tegen. Daarbij kreeg hij echter niet de stem van de studenten in de eerste ronde, zo las ik althans op de Wikipedia. Toch hebben de studenten van de Universiteit Utrecht hem uitgenodigd om hier te komen spreken. Mijn vraag zou zijn aan Rick Torfs. Wat zou het betekenen als wij hier de gekozen rector introduceren? En zou dat ook bij ons een toevloed van christendemocratische en andere politici betekenen? Of zou dat volledig losstaan van het universitaire leven? Bert van der Zwaan is benoemd tot rector in 2011. Hij is voormalig hoogleraar biogeologie. En hij hield de diasrede afgelopen donderdag. Daarin zei hij vele behartenswaardige dingen, ook over de medezeggenschap. En ik citeer daar één zin uit. Het gaat over de lauwe interesse van studenten en docenten voor die medezeggenschap. Ik bestrijd overigens dat die lauwe interesse verklaard kan worden uit een vermeende geringe invloed van de medezeggenschap. De mensen die zich wel verkiesbaar stelden doen vaak in het formele en informele circuit geweldig werk en daarbij worden de grenzen van de medezeggenschap bij lange na niet bereikt. Daarom ook verzet ik me krachtig tegen snieren van alle stuurlieden aan wal die cynische opmerkingen schrijven of stukken schrijven over het feit dat ze zo weinig ruzie horen tussen CVB en medezeggenschap. Zonder dat ze überhaupt in de gaten hebben dat er zonder al te veel herrie heel effectieve medezeggenschap bestaat. Mijn vraag aan Bert van der Zwaan zou zijn, maar hoort ruzie maken niet ook bij een levendige universiteit en is af en toe constructief ruzie maken niet ook heel belangrijk om de interesse te wekken van docenten en studenten voor de beleidsvorming in de universiteit? Is dat niet een vitaal onderdeel van politiek? Hier laat ik het bij. Als eerste het woord aan Rick Torfs nu en dan Bert van der Zwaan. En dan gaan we met de zaal in debat. Rick Torfs. Dank u voor de mooie inleiding. Waardoor ik de indruk krijg dat het hoogtepunt van de morgen al voorbij is. Maar nu ik hier toch ben, fijn in elk geval om hier te mogen spreken. Altijd mooi om een traditioneel uitziende zaal te kunnen gebruiken om dan schijnbaar revolutionaire dingen te zeggen. Maar eigenlijk gaat het hier over een heel gewoon onderwerp, de gekozen rector. We hebben dat inderdaad in België eigenlijk overal, maar met wat verschillende procedures en technieken. En er zouden natuurlijk nadelen kunnen aankleven. En een mogelijk nadeel is dat populisten op die manier de macht grijpen. Nu, ik kan u echt zeggen, vooraleer ik werd verkozen, is dat nooit gebeurd. Dus doorgaans worden wel degelijke mensen verkozen. Maar natuurlijk, als je begint af te vragen of dat wel kan, of het wel mogelijk is, dat mensen aan de universiteit op een democratische manier een rector verkiezen die over de nodige capaciteiten beschikt, hoe houden we dan de stelling overeind dat de samenleving in haar geheel democratisch mag kiezen voor kamerleden en dat soort lieden? Als wij al niet in staat zijn om met democratie om te gaan, wie dan wel? Dat is denk ik een eerste overweging. Maar wat gebeurt er dan daadwerkelijk wanneer er een rector echt wordt verkozen? Wel, ik denk dat we een aantal punten duidelijk moeten voor ogen houden. Een eerste punt is dat om als rector verkozen te worden, je eerst kandidaat moet zijn. Met alle gevolgen van dien. Dus je moet dat durven. Je zou kunnen zeggen, hier zit een bias in ten voordele van mannen die zich vaker overschatten dan vrouwen en natuurlijk wier ijdelheid empirisch op een sterkere manier waarneembaar is. Dat zal geen hond betwisten. Toch is het zo dat bij de vorige verkiezingen in Leuven 2 mannen en 2 vrouwen kandidaat waren.
Maar je moet het natuurlijk wel doen. Je moet ook bereid zijn om aan een reeks publieke debatten deel te nemen. Wij hadden er denk ik een vijftal alle samen. Die werden georganiseerd in de aanloop van de verkiezingen. En je kan ook niet anders dan alle mogelijke afdelingen en mensen bezoeken. Maar ik zie dat niet meteen als een nadeel. Enige kennis van wat op de vloer gebeurt, kun je niet meteen een handicap noemen. Maar dat hoort allemaal bij de procedure. Tuurlijk is zo'n verkiezingsprocedure ook redelijk gemeen. Je moet continu je eigen ethische grenzen aftasten. Ben ik wel goed bezig? Want je moet natuurlijk ook de andere kandidaten zwart maken. Maar op een academisch verantwoorde manier. Maar dat is nu iets waar we in universiteit een eeuwenlange traditie in hebben. Als dat een probleem wordt, moeten we dringend worden gesloten. Dus in die zin heb je dat. Je hebt een selectie omdat er enige guts nodig zijn om kandidaat te zijn. Achteraf, als je dan verkozen wordt, en als dat is zoals in Leuven, moet je een ploeg samenstellen met 8 vice-rectoren die nog wel moeten worden goedgekeurd door de universiteitsraad. Maar je mag die zelf uitzoeken. Dus we hebben een betrekkelijk presidentieel regime en je trekt dan op zoek naar goede kandidaten. Dat is een procedure die eigenlijk 2 maanden in beslag neemt en dan moet je je nog haasten om dat eigenlijk goed te doen. Je hebt ook allerlei evenwichten nodig tussen verschillende groepen, geslachten, ideeën, leeftijden en zo verder. Daarna, denk ik, is het voordeel van een verkozen rector dat je je wel degelijk gelegitimeerd voelt. Dat geeft toch een goed gevoel, dat moet ik echt wel zeggen. Je bent niet gecoopteerd, maar mensen hebben voor je gestemd. Misschien ten onrechte, dat is dan maar zo. Maar uiteindelijk hebben ze op een of andere manier vertrouwen getoond en daar moet je dan wat mee doen. Het is natuurlijk ook belangrijk voor een verkozen rector dat hij contact houdt met het publiek dat hem verkozen heeft. Bijvoorbeeld ga ik gemiddeld 1 keer per week een of andere afdeling of groep die het vraagt bezoeken op het terrein. Dat is denk ik een absolute noodzaak. Wil je die vertrouwensbasis blijven behouden en wil je vervreemding voorkomen? Want natuurlijk creëert besturen denk ik automatisch vervreemding. De macht corrumpeert altijd. Ze dringt binnen onder je huid voor je het zelf merkt. En er is absoluut veel contact nodig met een bredere gemeenschap om niet helemaal je eigen weg te gaan. En een eigen weg is natuurlijk altijd een verkeerde weg. Daar ben ik van overtuigd. Als je te veel begint te denken dat je alleen maar gelijk hebt en dat jij de enige bent, dan is de complete ontsporing niet veraf. Dus dat is een punt dat heel belangrijk is, dat je als gekozen rector toch heel sterk dat contact wil houden. Een derde punt dat naar mijn aanvoelen ook belangrijk is, is dat verkiezingen een kans bieden op verandering, maar minder groot dan je denkt. Dat moet ik ook empirisch constateren. Bijvoorbeeld, wanneer mensen bijvoorbeeld in Nederland worden gerecruiteerd, komt het vaak neer op, je moet een goede reputatie hebben bij mensen in bepaalde kringen, bij bepaalde toplagen van de universiteit. En dat is niet per se slecht. Waarom zouden die lieden zich vergissen? Maar ook bij ons constateren we dat sinds onze rectoren verkozen worden in 1966, de vorige rector bijna altijd een vice-rector uit het vorige bewind is geweest. Dus je hebt toch ook een systeem van sluipende cooptatie. Om eigenlijk zo'n beetje echt de zaak te doorbreken, dat blijft moeilijk. Nu moet ik wel zeggen dat ik zelf voor het eerst sinds lang en door een speling van het lot wel degelijk een oppositiekandidaat was in theorie die gewonnen heeft tegen 3 vice-rectoren in feite die op dat moment mijn tegenkandidaten waren. Het kan dus wel, maar het is ook niet zo makkelijk. Dus je hebt vormen van pseudo-cooptatie die in een verkiezingssysteem mogelijk blijven. Omdat natuurlijk het zittende systeem beter het hele mechanisme kan bespelen. Dat is nu eenmaal niet anders. Dus dat zijn een paar voordelen van, denk ik, de verkozen rector.
dat is ook zeker niet zo dat met een verkozen rector plotseling alles prachtig wordt. Ik denk dat juist die sfeer van democratisering een beetje breder moet gaan. Bij ons is het zo dat de studenten ook vertegenwoordigd zijn in alle bestuursorganen, ook in het GBU, dat eigenlijk een beetje de tegenhanger is van het college van bestuur in Nederland. Het is wel groter, alle vice-rectoren zitten daarin, maar ook een studentenvertegenwoordiger. Ook daar kan je zeggen, dit heeft voor- en nadelen. Het voordeel is heel zeker dat studenten bij het beleid worden betrokken en niet alleen op het formele moment. Dus wij overleggen ook duidelijk met hen vooraleer we al te grootse plannen publiek maken, omdat het van groot belang is dat die gedragen worden van in het begin. Het feit dat natuurlijk studenten er overal in zitten, betekent wel ook dat ze hun stem daar moeten laten horen en dat ze minder kunnen worden beschouwd als de stem van de oppositie. Dus in feite verlies je een beetje je pure oppositiekracht wanneer je in het systeem zelf een stem krijgt. Maar ik moet zeggen dat onze studenten daar tot nog toe toch behoorlijk tevreden mee zijn. Alleen de bredere groep studenten ziet niet altijd wat bestuurders doen. En dan heb je bij studenten hetzelfde probleem dat ook bestaat op het vlak van de academici, van de docenten en zo verder. En dan misschien mijn laatste punt, want ik ga echt niet te lang praten zodat anderen ook kunnen spreken en debat mogelijk is. Ik denk dat een democratische universiteit vandaag noodzakelijker is dan ooit. Spiegelen we ons aan het bedrijfsleven alleen, dan zullen wij altijd armer zijn dan de multinationals en door hen worden verslonden. Spiegelen we ons aan de overheid alleen, dan zullen we op bureaucratisch vlak altijd tekort schieten tegen papieren invullers en vergadertijgers uit de overheid. De universiteit moet haar eigen ongrijpbare natuur blijven hebben. En uiteraard heeft daar ook valorisatie een plaats, maar niet alleen. We moeten denk ik tot een universiteit komen die juist de volle breedte van de samenleving weet te bestrijken en de schijnbare nutteloosheid een kans en een plaats geeft. Anders is een universiteit geen universiteit, maar een onderzoekscentrum dat ook een aantal opleidingen aanreikt. En als je de grote problemen van vandaag ziet, onderwijs en onderzoek, dan kunnen die niet alleen op een mechanische manier worden opgelost en heb je nood aan alle spelers om daarover mee na te denken. Want natuurlijk, onderwijs moet natuurlijk veel meer zijn dan alleen maar vakkennis. Dat is ook belangrijk. Hè? Het is van belang dat een tandarts in de kies boort en niet in het belendende weefsel. Maar ook een bredere bildung, een bredere vorming die een student toelaat overeind te blijven in de samenleving, zichzelf te situeren, met tegenslagen om te gaan, gewoon de regie van zijn leven in eigen hand te nemen, is net zo belangrijk aan een universiteit. Dus onderwijs is zeker geen mechanisch spel. Maar ook onderzoek is vaak anders dan velen tot in het verleden dachten, maar dat is nu gelukkig aan het keren, en zeker al in de Verenigde Staten, ook bij ons, is ook geen kwestie van meten alleen. Vaak wordt er gezegd, meten is weten, maar we meten vaak om te vergeten, om niet dieper te moeten nadenken. Vaak meten we omdat we niet in staat zijn een waardeoordeel te vellen, terwijl juist het vellen van waardeoordelen een belangrijke eigenschap van een universiteit zou moeten zijn. Met andere woorden, ook op het vlak van onderzoek moeten we buiten de cijfers alleen durven te kijken, want de cijfers alleen zijn minder neutraal dan het lijkt. Zij staan ook voor een ideologische keuze die de complexiteit van de samenleving loochent. En hier weer, dat mogen wij als universiteit toch niet doen. Wij zijn met andere woorden op ons sterkst, wanneer we een beetje ongrijpbaar blijven. En we blijven ongrijpbaar wanneer we durven te gaan voor een democratisch bestuur en iedereen die aan de universiteit een rol speelt, echt erbij te betrekken. Tot daar deze homilie. En ik ben minder christendemocratisch dan u zou denken, hoor. Het woord is nu Bert van der Zwaan. Ja, dames en heren, Rikkes
wat dat betreft toch net een beetje te veel politicus in die zin dat hij zegt dat hij kort zal spreken, maar wel 20 minuten pakt. En dat betekent dat we nu al onder tijddruk staan. Maar ik zal proberen in ieder geval te identificeren waar we op elkaar lijken en waar we misschien ook wel op elkaar verschillen, van elkaar verschillen. Eigenlijk beginnen bij het laatste. Ik had het zelf gezegd kunnen hebben, behalve dat ik geen democratisch, christendemocratisch politicus heb. Met alles daarvoor neem ik voor mijn rekening. In die zin dat ik oprecht vind, en ik heb dat de afgelopen 4 jaar ook betoogd, overigens veel van mijn collega's doen het ook, dat de universiteit geen bedrijf is. De universiteit heeft een aparte positie en de universiteit heeft een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Niet alleen in onderwijs, maar ook in onderzoek. En we zijn het over het bibliometriseren van dat onderzoek het al gauw eens. Dus ik denk eigenlijk dat als je goed gaat kijken naar het hele debat, dan zitten de verschillen in ieder geval tussen het paradijs van Rick Torfs en het paradijs van Bert van der Zwaan. Misschien helemaal niet zozeer in verschillen van mening over de rol die de universiteit heeft in termen van onderwijs en onderzoek. Het verzet wat de universiteit hoort aan te tekenen tegen bijvoorbeeld het handelen van de overheid waar ze de universiteit stapelt onder regelgeving. En ik heb dat telkenmaal gedaan. En er werd net een stukje uit mijn diensreden geciteerd, maar ik heb me vooral buitengewoon verzet tegen de overheid. Na me overigens ook verzet te hebben tegen de verwijten die richting medezeggenschap werden gemaakt. Ik vind dat het van belang is, en dat vind ik ook de kans van dit debat, en ook dat heb ik aangegeven, dat we ons elke keer weer beraden op de manier waarop wij vormgeven aan de taak die wij als universiteit hebben, inclusief het verzet tegen de overheid, daar waar zij op oneigenlijke en onheuse wijze regels stapelt en regels geeft. Maar dat allemaal gezegd hebbende, is het toch een interessant debat om te kijken of de vormen die we hebben gezocht, en die zijn in België iets anders dan hier, maar overigens nog niet zo wezenlijk verschillend, of die vormen ons nou belemmeren of helpen in de taak waar we het klaarblijkelijk toch behoorlijk over eens zijn. En het is mijn taak om wat kanttekeningen te maken tegen het gekozen stelsel. Dat is een rol die ik... Iedereen heeft zo zijn kruis te dragen in het leven. En dit is vandaag mijn kruis. En ik zal die rol trachten met verven te vervullen. Want waar gaat het om? En dat is iets wat ik oprecht meen in het debat. Het wordt buitengewoon platgeslagen op het proces. Als het maar democratisch is, is het goed. Of als het benoemd is, is het goed. En in mijn visie gaat het nou bij uitstek binnen de universiteit om iets anders. Het gaat om de mensen die het doen. En niet om het proces. Met het proces kun je van alles regelen. En ik zal ook aantonen dat met een democratische verkiezing ook van alles fout kan gaan. En dat dat ook kan leiden tot een buitengewoon ingewikkeld en wispelturig bestuur. Rick heeft zelf al een aantal belangrijke dingen genoemd bij de aanvang van zijn verhaal. Maar kijk nou eens naar de manier, even los van het cooptatiestelsel wat hij zelf aangaf, wat plaatsvindt. Maar kijk nou eens naar de manier waarop het de afgelopen 10 tot 15 jaar heeft gedraaid. Kijk naar een gekozen bestuurder, gekozen rector als Mark Vervenne van de Universiteit Leuven. Voorganger van de huidige rector in Leuven. Die na 4 jaar uiteindelijk op een ontzaglijke, treurige manier aan het einde van zijn rectoraat kwam. Omdat vast kwam te staan door een ingewikkeld proces overigens, wat heel pijnlijk was. Dat hij niet voldeed en dat hij niet opgewassen was tegen de taak. En waar ook Mark Vervenne later van zei, ik had het eigenlijk niet moeten doen. En de kop boven alle artikelen rond Mark Vervenne was, het is een goed mens, maar een slecht bestuurder. En die werd wel gekozen op grond van beloftes, op grond van politiseren van het proces. Kijk naar het verkiezingsprogramma van rector zelf. Waar die met name, en ik treed daar niet in, want hij zal vast gelijk hebben, groot bezwaar heeft gemaakt en is verkozen op grond van de centralistische macht. Op grond van de enorme bureaucratie. Dat is zijn verkiezingsprogramma, niet het mijne. Kijk naar de ellende die in de Universiteit van Gent heeft geheerst op grond van de verkiezingen, waar het debat een soort moddergooigevecht werd rond gender. Een volkomen gepolitiseerd stelsel, waarvan ik blijf zeggen, ook dat heeft zijn voordeel, want ik ben het daar wel met Rick eens, met name rond de contacten en de achterban. En ik herken ook wel heel erg het gevoel van wat Rick beschreef, je wordt gedragen door de gemeenschap. Maar het heeft nadelen en het hangt af van de mensen die het doen. Dat is ook in het Nederlands stelsel zo. Wij hebben een stelsel wat anders in elkaar zit, maar waarvan de rector of de decaan niet moet denken dat hij losstaat
van de gemeenschap. Waar Rick één keer per week zich laat zien in zijn universiteit, doe ik dat ook minstens één keer per week en loop ik op het ogenblik ook departementen af. Waarom? Omdat er geen enkele mogelijkheid is in het Nederlands stelsel om van je achterban losgezongen het te overleven. In plaats van één keer in de vier jaar word ik één keer per jaar geëvalueerd. Op het moment dat de rector benoemd wordt, is een medezeggenschap in Nederland zo sterk dat het gewoon tegengehouden kan worden. En gewoon zeggen, dat doen we niet. Ik heb een ronde te draaien met de U-raad en de medezeggenschap. De decanen moeten dragen. Aan het eind van de dag gaat het volgens mij erom hoe mensen opereren in dat stelsel. En in welke mate, en dat vind ik ook zo spannend aan dit debat, we met elkaar proberen een betere universiteit te maken. En met elkaar ook de randen op te zoeken van of het stelsel van de democratie met eventuele nadelen, of het stelsel van benoeming zoals het in Nederland is. En in beide stelsels zit in mijn visie meer dan voldoende ruimte om elkaar op te zoeken en te kijken waar je met elkaar werkelijke slagen kunt maken. En dan praat ik over werkelijk slagen. Dan praat ik niet over fake. Over we regelen een dingetje en dan in de praktijk komt het er weer niet van. Hoe komen we tot werkelijke betrokkenheid van de studenten bij het onderwijs? In voortdurende kwaliteitszorg. Niet in rare, want daar zijn Rick en ik trouwens ook gloeiend over eens, niet in rare visitaties. Hoe komen we tot werkelijke betrokkenheid van docenten, zodat ze meer te zeggen hebben op hun eigen werkvloer? Vroeger was hier de slogan, zet de docent op de bok. Nou, uiteindelijk is het misschien wel allemaal van goede willen, maar dat lukt niet. En dat lukt, blijkens de publicatie die ik vond in België, misschien ook niet altijd. Dus mijn pleidooi zou een tikkie anders zijn. Hoewel ik erg meevoel met Rick als het gaat om de gedragenheid en hoe een rector deel hoort uit te maken van de universitaire gemeenschap. Mijn pleidooi is, in beide stelsels, kijk naar wat er te halen is. Ik ben geen voorstander van een gepolitiseerd stelsel. Ik kijk naar de Nederlandse politiek. Ik kijk overigens ook naar de Belgische politiek met schuin oog. Ik durf daar niets van te zeggen. Rick is op dat punt wat vrijmoediger om dingen te zeggen over de Nederlandse situatie dan ik over de Belgische. Maar kijk naar de Nederlandse gepolitiseerde situatie. Ik zou dat hier niet willen hebben. Wat ik wel wil, is een debat wat hoort in de academia. En ook hier zijn wij het gloeiend eens. De opdracht van de universiteit is om op alle fronten altijd dat debat te voeren. Het mogelijk eens te zijn, elkaar eventueel zwart te maken. Wat ik niet fijn zou vinden overigens, maar een beetje zwart maken moet kunnen, dat vind ik ook wel. Maar tegelijkertijd dan met elkaar de randen van het stelsel op te zoeken en te kijken waar je dingen beter kunt maken. In plaats van een eindeloos debat te hebben welk stelsel beter is, zou ik zeggen, laten we een eindeloos debat hebben over beide stelsels. Hoe kunnen we het beter maken? En hoe kunnen we binnen die stelsels opereren? En dat is mijn pleidooi, denk ik, op hoofdlijnen. Ik dank u zeer. Mag ik u uitnodigen achter de katheders te gaan staan, maar niet achter dezelfde. Er zijn twee microfoons, klopt dat? Waar zijn de microfoons? Yes. Wie wil er een vraag stellen aan een van beide, of aan beide heren? Ja, daar. Als je even wilt voorstellen voor je begint te spreken. Ik ben Florien Oosterlo, lid van de Universiteitsraad. En ik ben bij meneer Torfs op bezoek geweest in Leuven om een keer eerder met hem te spreken over de democratisch gekozen rector. En wat ik me toch heel erg afvraag is, u bent verkozen en ik heb uitgezocht hoe dat in elkaar steekt. En u wordt eigenlijk alleen door de medezeggenschappers gekozen en niet door de gewone studenten. En ik ben dan toch heel benieuwd hoe u zich gedragen voelt door de gemeenschap waar u democratisch gezien alleen legitimiteit heeft ten opzichte van medezeggenschap en medewerkers. Ja, het is zo, om ons systeem nu, ik ga er geen uren over praten, hè, maar 70% van onze stemmen komt van de academici, die dus de professoren, docenten en zo mogen allemaal stemmen. En dan de onderzoekers,
hebben 10% van de stemmen, mogen ook allemaal stemmen, maar dat wordt gewogen. Het administratief en technisch personeel mogen ook allemaal stemmen en wordt gewogen. De studenten stemmen op dit moment via de studentenvertegenwoordigers getrapt. Je kan daarover discussiëren. We laten dat aan hen over. Persoonlijk ben ik daar, als ik echt mijn eigen mening moet geven, eerder een voorstander van een volledige verkiezing door alle studenten voor een bepaald percentage. Maar daar kun je over debatteren en over van mening verschillen. Maar het is dus wel zo dat als er bij ons verkiezingen zijn, je hebt 3 plekken waar mensen kunnen gaan stemmen. Dat is echt een stembusgang zoals je dat bij democratische verkiezingen hebt. Dat is de manier waarop het eigenlijk gebeurt. En misschien toch om heel kort dan nog iets te zeggen op wat Bertha net verteld heeft. Toen Mark Vervenne bij ons niet is verlengd, was er een ambigu systeem in het leven geroepen dat maar 1 keer heeft gefunctioneerd. Namelijk Mark Vervenne is democratisch verkozen. Dat was overigens heel makkelijk, want hij hoefde alleen mij maar te verslaan. Maar daarna was het zo dat hij 4 jaar later werd geëvalueerd door een beperkt aantal mensen. En dat gaat natuurlijk niet. Het is het ene systeem of het andere. Ofwel kom je terug in aanmerking voor herverkiezingen, laat je door de hele universitaire gemeenschap herverkiezen of afstemmen. Ofwel ga je inderdaad naar een meer cooptatiegericht systeem. Maar je kan beide denk ik niet combineren. De journalistieke vraag zou natuurlijk moeten zijn, hebt u al nagedacht of u voor herverkiezing gaat? Wel, als ik ga dat hier nu niet officieel aankondigen, maar als ik niet verder intellectueel afglijd, heb ik wel zin om nog verder te doen. Ja, dus dat is toch een politiek antwoord. Wie wil de volgende vraag stellen? Bert van den Brink vooraan. Ja, ik heb ook een vraag voor meneer Torfs. Ik ben Bert van den Brink. Ik ben hoogleraar politieke filosofie en vice-decaan van geesteswetenschap. Ik las op de website van de KU Leuven dat u een verkiezingsprogramma van 500 woorden mocht opstellen. Democratie heeft altijd een groot gevaar van versimpeling van de opties in zich. Dus ik vraag me af, als je 4 kandidaten hebt en die hebben allemaal een programma van 500 woorden, of er niet in elk programma eigenlijk op grote lijnen hetzelfde staat, en wat dat betekent voor het vermogen van een gemeenschap om zich te oriënteren op de opties. Dat gaat over kwaliteit. Ja, buiten het feit dat voor sommige mensen 500 woorden al veel te veel is om onzin te vermijden, is het niet zo dat we maar een programma van 500 woorden mochten hebben. We mochten een veel langer programma hebben dat we online konden zetten, maar aan de universitaire gemeenschap moesten we allemaal kunnen melden in 500 woorden wat de bedoelingen waren. Dus dat was maar een synthese. Voor de rest mochten we elk met onze websites uitpakken en die waren echt behoorlijk lang en niet altijd helemaal voor menselijke consumptie vatbaar. Ja, daar is een vraag. Hoi, Jorrit Steenhouder, masterstudent hier aan de universiteit. Voor de afwisseling heb ik een vraag aan de heer Van der Zwaan. U stelt eigenlijk dat het u vooral gaat om de personen achter het proces. Maar dan is mijn vraag aan u eigenlijk, wie bepaalt dan wie die personen zijn? Want dat is mij niet helemaal duidelijk geworden uit uw verhaal. In het Nederlands stelsel zie je dat rectoren, laten we het even voor het gemak, want dan blijft het vergelijkbaar, want decanen benoemingen zitten misschien weer wat anders in elkaar, maar voor het gemak van het debat is het vergelijk tussen de rectorenprocedures het meest illustratief, denk ik. Decanen worden in Nederland altijd verkozen vanuit de eigen universitaire gemeenschap, uit decanen en oud-decanen, en worden voorgedragen door de Raad van Toezicht en worden voorgelegd 1 aan de decanen. En de decanen kunnen dat blokkeren en zeggen van nou, deze willen we niet. En 2 wordt vervolgens voorgelegd aan de Vertrouwenscommissie van de Medezeggenschap. En die kunnen dat ook blokkeren. Daar zit ook een wettelijk geregeld recht in. En dat betekent dat je zou kunnen zeggen dat waar het in België vooral gaat op een expliciet programma, gaat het in Nederland vooral op grond van de persoon en op grond van wat die persoon gedaan heeft. Waarbij het in België gaat om een grotere gemeenschap, maar weliswaar getrapt in een aantal gevallen, gaat het in Nederland helemaal getrapt via de medezeggenschap. En dat heeft nadelen, want in die zin, ik hecht hier niet buitengewoon aan dit soort procedures, maar het heeft ook wel formele nadelen, vind ik, in het Nederlands
in de Nederlandse procedure, waar ik bijvoorbeeld een buitengewoon fel tegenstander van ben, is dat nu één universiteit zijn rector zoekt via een headhuntingbureau. Als u me ergens een weekend helemaal over van de leg wil krijgen, moet u dat op vrijdag tegen me zeggen, dan loop ik het weekend echt tierend door het huis. Dat vind ik zo raar dat je dat doet, dat ik denk van ja, ik zou dat recht dus in die zin in Nederland wel nader willen regelen. Omgekeerd, ik ben buitengewoon beducht voor gepolitiseerde systemen. Als ik kijk nu in Nederland wat er in de politiek aan de hand is, en nog eens een keer, Rick die voelt zich daar meer op zijn gemak dan ik, maar ik moet niets hebben van dit gepolitiseerde stelsel, waar ik wel vind overigens dat de afrekening, en in die zin heeft Rick gelijk, Mark Vervennen was in een iets ander stelsel, de afrekening in het Belgische stelsel wel duidelijker ligt dan in het Nederlands stelsel. Ik ben bijvoorbeeld herbenoemd, zonder dat daar u allen iets over te zeggen heeft gehad. Maar er is heel nadrukkelijk getraceerd in de medezeggenschap. En ik word 1 keer per jaar geëvalueerd, ook op de medezeggenschap, of ik wel voldoe. En dus het is een beetje trade-offs, denk ik, in het stelsel. En het heeft ook iets te maken met de cultuur die een land of een universiteit heeft. Maar er is toch veel onrust aan de UvA, maar ook in Utrecht en op andere universiteiten in Nederland nu. En mensen maken zich druk om de kwaliteit van de medezeggenschap. En er zijn toch ook mensen die klagen dat er te veel top-down bestuurd wordt. Ziet u dat ook of zegt u, ik zie eigenlijk geen problemen? Nee, ik zie wel problemen en ik zie overigens ook de onrust. Ik denk overigens, heb ik ook gezegd, dat die onrust meersoortig is. Wat ik vooral zie, is dat waar er geklaagd wordt over de inspraak in Nederland, gewoon niet optimaal gebruikt wordt. Rick zei het in zijn inleiding ook, en daar voel ik ook erg in mee, in dit soort informele of formelere verbanden zie je dat er tal van dingen op een ordelijke wijze te regelen zijn. Dus mijn punt is niet, ik zie de onrust niet en ik zie ook niet de machteloosheid die soms op de werkvloer aanwezig is. Maar ik probeer mensen op dat moment te bewapenen met de wapens die er wel degelijk zitten. Ook en met nadruk in het Nederlands stelsel, waar de medezeggenschap op zijn Nederlands minutieus geregeld is, maar wel heel groot is. Als je de rek, als je de grens van de medezeggenschap opzoekt hier in Nederland, is elk onderwijsprogramma te blokkeren. Nu. Dat kan. Dus mensen in de lokale medezeggenschap kunnen zeggen, wij willen dit gewoon niet. Dat is geregeld. Wil een van de docenten misschien de handschoen opnemen? Ja? Dag, ik ben Asje Boersma, docent mediawetenschap. Mijn vraag is, zou het niet constructiever zijn als er niet alleen de mogelijkheid is tot blokkeren? Oké, dat is één mogelijkheid, maar dan, wat is dan het alternatief? En in plaats daarvan dat we zoals nu, eigenlijk alleen in een soort van crisis en met heel veel mensen met het water aan de lippen, het kunnen hebben op wat is eigenlijk structureel zouden kunnen hebben over wat eigenlijk de richting zou moeten zijn van onze universiteit. En die publieke sfeer hebben we niet in het bestuurlijk model waarin u ons leidt. Wat is de vraag? Wilt u daarop reageren? Bent u het hiermee eens? Ja. Schat ik zo even uit los pols. Ik erken zonder meer het gevoel, maar ik vind eigenlijk, en daar kan van alles mis zitten, maar ook dat kan in beide stelsels, dat als dat gevoel er is, dat er gekeken zou moeten worden naar wat is de ruimte. En die is niet alleen in blokkeren, maar is ook in continue medezeggenschap. Als je goed gaat kijken naar onderwijs, zelfs naar de problematiek van werkdruk bijvoorbeeld, hè, dan denk ik dat die mogelijkheden meer dan voldoende in het stelsel zitten om dat debat voortdurend te hebben. En ik vind ook, en in die zin vind ik dit een extra kans, maar ik vind ook dat we dat debat zouden moeten hebben. Dat heb ik ook voortdurend gezocht. Het is wel zo, en daarin verschilt denk ik het stelsel mogelijk wel, maar dat zouden we naar kijken. Dat ik weet niet wat je doet daar, maar dat gaat niet helemaal goed, geloof ik. Ik ga eens even het ding van mij uitzetten om te kijken wat deze is. Oh, ben jij het? Sorry. Ik weet het niet. Verkeerd beschuldigd. Maar ik,
Dus ja, ik zou even plat. Ja, ik ben voor continu debat. Ja, ik vind dat die mogelijkheden er zijn. Als ze er niet zijn, dan zullen we het moeten creëren. Maar ja, laten we kijken. Ik vind dat, en daar sta ik echt helemaal op hetzelfde stuk als Rick, dat onderwijs en onderzoek aan een universiteit horen breed gedragen te worden door de universitaire gemeenschap, zonder dat dat een soort bananenrepubliek hoeft te zijn. Kijk, het zijn ingewikkelde organisaties met grote verantwoordelijkheden. Onze universiteiten zijn beide even groot. Het gaat om veel geld. Maar dat allemaal gezegd te hebben, hier is echt ruimte, mocht dat er niet gevoeld worden, om het te maken. Ja, ik denk dat alle universiteiten in Europa zeg maar kampen met een steeds grotere professionalisering die er sowieso is. En of nu een rector verkozen is of niet, we moeten ervoor zorgen dat... Ik ben voor een verkozen rector, anders zou ik het overigens nooit hebben gehaald. Men zou mij nooit gecoopteerd hebben, zoveel is ook duidelijk. Maar wat ook de problematiek precies is, je zit met een aantal vragen die er altijd zijn. Bijvoorbeeld vervreemding die aan heel grote organisaties eigen is. De dwang van ICT, die we heel goed moeten incalculeren, want zo worden er beslissingen genomen die schijnbaar niet worden genomen. Het gevoel van eigenaarschap, denk ik, dat je mensen steeds moet geven. Bijvoorbeeld werkdruk heeft, naar mijn aanvoelen, veel te maken met druk to court. Mensen zijn best in staat en geneigd om veel te werken en dat zelfs als een plezier te zien. Maar wanneer dat werk wordt opgelegd door allerlei duistere structuren en ze zich verloren voelen daarin, dan gaan ze hun werk als werkdruk vertalen. En daar moeten we continu beducht voor zijn. En misschien hebben universiteiten te makkelijk zich laten leiden door allerlei semi-zakelijke succesverhalen van banken en zo, die toch sindsdien ook wel ontmaskerd zijn als semi-misdadige organisaties, maar dat is een detail. Maar we hebben ons te veel door die bestuursmodellen laten leiden. En natuurlijk weten we ook wel dat universiteiten anders zijn, maar tegelijk was er toch de lokroep van de schijnbare zakelijkheid. Hè? Een soort onredelijke redelijkheid die ook aan universiteiten werd opgedrongen. En daar moeten we echt voor opletten. Oké, nou, meer betekent en dan zitten we voor. Ik ben Ingrid Robijns, hoogleraar ethiek van instituties. En ik ben ook een oud-student van de KU Leuven. En ik heb een vraag voor Rick Torfs. Ik denk wat, als ik aan mijn studententijd in Leuven denk, wat heel belangrijk was voor het debat en om wat u net zei, het eigenaarschap ook bij de studenten te leggen en om informatie doorstromen goed te maken, was Veto, de studentenkrant. Mm-hmm. Mij lijkt dat democratie gaat niet alleen over structuren en over verkiezingen, maar gaat vooral over zorgen dat de stemmen gehoord worden, dat er debat is. En ik denk dat, zeker als je kijkt naar de studenten, dat een studentenkrant zoals Veto daar cruciaal is. En ik had graag gehoord wat u daarover denkt en of u denkt dat zoiets als een autonome studentenkrant, dat eigenlijk een onmisbaar element is van een democratische universiteit. Dat klopt zeker. Veto is een heerlijk pervers en perfide blad dat er absoluut moet blijven. Daar hebben we heel veel aan. Alles wat erin staat is niet per se waar, maar het is wel heel zinvol. En het is echt een onafhankelijk blad. Ook overigens onafhankelijk tegenover de studentenvertegenwoordigers zelf, die daar ook vaak in worden aangevallen. Overigens vind ik dat ook onze campuskrant dat moet zijn. Toen ik zelf rector ben geworden, stond de campuskrant op het punt om te verdwijnen. Dat is meer het officiële blad van de universiteit. Ik heb toen gezegd, jullie mogen blijven, maar volledige journalistieke vrijheid komt nooit vragen wat jullie mogen schrijven en ook geen zelfcensuur. 2 maanden later had iemand, Paul Goossens, een wat verlopen mei 68er, dit geheel terzijde, een column geschreven waarin hij mij tot op de grond afbrak en ze kwamen vragen of ze dat mochten plaatsen. Natuurlijk. En dan zie je hoe moeilijk het inderdaad is om die basisangst te overwinnen. Studentenbladen hebben dat wat minder. Hè? Maar ook de campuskrant zou volgens mij een vrije pers en geen bedrijfsblad moeten zijn. Dus in die zin absoluut een vrije pers kan ongelooflijk mensen helpen om over de drempel van hun zelfcensuur heen te stappen.
Even voor de goede orde, ook DUP is een pervers en perfide blad waar wij geen enkel invloed op uitoefenen. Dus in die zin staan we kiet. Ook daar worden wij regelmatig tot de grond toe afgebrand. En ik vind dat heel prima. Wat ik me altijd wel heb afgevraagd, en daar ben ik het wel eens met Ingrid. Het is interessant om te kijken of ook de student, want dat is een ander soort geluid, vind ik. Ik knap daar vaak ontzettend van op of de studenten niet een afzonderlijk geluid kunnen laten horen. Vandaar dat ik buitengewoon eens ben met wat Fidius probeert in een aantal opzichten. Maar dat zou hier in Nederland wat meer stem mogen hebben, waarbij het dan wel de vraag is of studenten daar belangstelling voor hebben in Nederland, als ik kijk naar de warme belangstelling die ze hebben voor de medezeggenschap. Namelijk 0 kandidaatstellingen. Dat ligt toch ingewikkeld dan, denk ik. Mijn uitnodiging hebben ze overigens. Achter elkaar, misschien even beide samen, ook gezien de tijd. Oké, ik ben Birgit Meijer, hoogleraar religiewetenschap. Oh, iets dichterbij. Ik heb twee vragen. Eén vraag aan u. Wat mij bijzonder interesseert is in hoeverre dus een ander bestuursmodel, dat democratisch is, effecten heeft. A, voor de academische cultuur en B, voor de houding van rector en andere jegens plannen van de regering. Want een van de redenen van het ongenoegen hier is dat men toch vindt dat vanwege het top-down bestuur in principe dus de CVB's in te weinig eigenlijk kritiek hebben geoefend tegen topsectorenbeleid en al die dingen die op ons afkomen. Is dat nou fundamenteel anders omdat er een gekozen rector is? Dat is mijn vraag aan u. Ik heb ook een vraag aan Bert. Je zegt medezeggenschap is niet helemaal uitgeput en ik denk dat dat ook klopt. Maar denk je nou ook dat er als medezeggenschapsstructuren zouden worden uitgeput, dat er dan eigenlijk niets aan de hand zou zijn? En dat eigenlijk dan het hele ongenoegen zou verdwijnen. Dus het ligt in feite aan de universitaire gemeenschap die maar niet de middelen die er zijn gebruikt. Mag ik die andere vraag ook beantwoorden? Uiteraard. Ja, oké. Goedemiddag, Geert Buhles, hoogleraar bij Nederlands. Vraag aan de rector van Utrecht hier. U spreekt zich al een paar keer expliciet uit tegen het politiseren van dit proces. Wat is eigenlijk het probleem met politiek? Zou u eigenlijk ook liever de Tweede Kamer niet meer verkiezen? Ik heb een vraag aangaande ook het gebruik van de medezeggenschap door de studenten dan vooral, want ik ben zelf student natuurlijk. Ook gerelateerd aan de vraag van Birgit Meijer. Het medezeggenschap wordt niet tot zijn uiterste gebruikt volgens meneer Van der Zwaan. Maar ik vraag me af, komt dat niet misschien omdat het medezeggenschap een te moeilijk systeem lijkt voor de meeste studenten, waardoor ze het een te grote moeite wordt voor de student om zich daar door zo'n systeem bij te dragen aan het democratische proces binnen de universiteit? Zijn daar niet mogelijkheden om op die manier eigenlijk het medezeggenschap uit te breiden en daardoor ook aantrekkelijker te maken en participatie van studenten te vergroten? Ja, misschien. Oh, oké. Okay. Nou, dan zou ik proberen het. Hier liggen wel 5 vragen over elkaar heen. Is de positie van de gekozen rector anders naar de overheid dan van. Dat is mogelijk, maar de positie van de Nederlandse rector is wezenlijk anders dan die van de Belgische rector als het gaat om het debat rond het leenstelsel en de gelden die de universiteiten ook in het debat rond de topsectoren probeerden extra te verkrijgen. Waarbij er in het Nederlands debat een hypotheek ligt op het hele debat. In het krijgen van meer geld proberen we op een voorzichtige manier te manoeuvreren en dat geld te krijgen en dus onze positie naar de overheid niet te verharden en te verscherpen. Dat gezegd hebben, daar heb ik ook afgelopen donderdag me buitengewoon fel afgezet tegen de overheid. En dat is gelijk een antwoord. Zou alle problemen over zijn als we hier de medezeggenschap goed doen? Nee. Dus aan 2 kanten blijven hier problemen zitten. 1, ik denk dat heel veel problemen
ontstaan in het Nederlands stelsel door de bureaucratisering en door de regelgeving. Als dat weg is, dan bewegen we al een heel eind in de goede richting. Is dan al alles over? Nee. Ik denk ook dat er in lijn met de laatste vraag best veel verbeterd kan worden aan het Nederlandse stelsel van medezeggenschap en het gevoel vooral van studenten en docenten dat ze greep hebben op hun eigen werksituatie. Dus ik wil niet zeggen dat alle problemen veroorzaakt worden door de Nederlandse overheid, maar ik wil ook gezegd hebben dat in mijn ogen de verkozen rector weinig oplost, omdat het zit in structuren waar studenten en docenten mee te maken hebben. En dan in antwoord op Geert Bulens, ja nee, natuurlijk niet. Het gaat erom in welke context je dingen doet. En de Tweede Kamer, even los van mijn mening over de politiek, mag van mij verkozen blijven. Ik ben daar helder over geweest. Ik denk dat het in een academische omgeving op een andere manier hoort te gaan. En zo zouden we het moeten willen met elkaar. Het CVB heeft een aantal voorstellen al eerder besproken met de U-raad, maar zien, en dat is een laatste boodschap. Ik heb aanstaande donderdag, afgelopen donderdag gezegd, wij zien dit als een kans. Dus als wie dan ook, hè, in dit geval de nieuwe universiteit of Rethink of wat dan ook, iets bij te dragen hebben aan het structureel verbeteren van het proces van medezeggenschap of wat dan ook, graag. En dus in die zin vind ik eigenlijk dat we nu met elkaar het debat ook open moeten voeren zoals bepleit werd. Dat vind ik interessant. Dat is een kans voor iedere universiteit en iedere universiteit zou die kans moeten willen grijpen. Ja, misschien even over de gekozen rector en de politieke invloed ervan. Natuurlijk is een verkozen rector iemand die altijd een klein beetje politicus is. Anders was hij nooit verkozen. En hij moet zich tegenover de overheid opstellen als iemand die zijn universiteit verdedigt met hart en ziel. En dus ook met desnoods krachtige woorden en middelen. Bij voorkeur voorzichtig. Indien nodig een heel klein beetje onvoorzichtig. Zo zijn wij er toch in geslaagd de opleidingsvisitaties na een blitsoffensief in enkele maanden te laten opschorten tot verbijstering van de NVAO, die dacht dat daar enkele decennia voor nodig waren. De werkelijkheid blijkt simpeler te zijn. En in die zin, denk ik, moeten we zeker ook dapper blijven tegenover de overheid. Overleg is prachtig, hè? Maar als dat niks oplevert, zijn er nog andere manieren om de universiteiten in de strijd te gooien. Via bijvoorbeeld het publieke debat en via de media, daar is de overheid echt niet altijd sterker. Zoals veto ons af en toe of studentenbladen wakker houden, zullen wij ook niet nalaten alle middelen die we hebben als het nodig is uit te spelen tegen de overheid. En dat is ook de taak van een rector, een beetje dapper zijn en zeker niet zwichten voor de macht. Dat past echt niet bij een universiteit.